Maar nu eerst de Postbus 51 mededelingen, reclame en journaal. Kopen met het koppie. Als je koopt, houd dan je kop erbij, dan ben je niet bekocht. Kopen met het koppie. Het is verstandig als je eerst de zaken goed hebt uitgezocht. Wat voor dingen zoek je? Alles wat je weten moet staat in dit boekje. Kopen met het koppie. Dat is het beste boekje voor de consument. Haal de folder bij het postkantoor of bibliotheek. Volledig verzorgde jungletocht. Leuk. Wie zorgt ervoor je als je malaria krijgt? Dan gaan we naar Rome. Nee. Geen spaghetti. Karome. Je haalt nog niet eens de overkant van het zwembad. Mag ik even? In de brochure Wijs op reis staat alles over geldzaken, verzekeringen, reisdocumenten en wat je moet doen bij problemen in het buitenland. Zou die eerst eens bestuderen? Tibet. China. Bibliotheek. Postkantoor. Precies. Niemand maakt soep, soep in een kop, zoals Royco kappensoep. Die beter gevulde kappensoep is lekker, hè? En er zijn nu ook nieuwe Chinese smaken, zoals Chinese tomatensoep met omeletreepjes en... Mama, wat is het nou weer? Tauge. Oh ja. Of Chinese groentesoep met tauge en... omeletreepjes. Iedereen vindt nu zijn favoriete smaak kappensoep. Lekker. Niemand maakt soep, soep in een kop, zoals Royco kappensoep. Precies. Totale controle. Absolute veelzijdigheid. Precies dat gevoel krijg je met elke Mazda 323. Er is een luxueuze sedan... een ruime estate en een sportieve hatchback. Zodat je je altijd één voelt met wat je doet. De Mazda 323. Perfecte harmonie tussen mens en machine. Här är Olle. Olle vill gå till en restaurang med levande ljus. Tycker jag om levande ljus? Ja. Ska jag gå med Olle? Nej. Jag tar hellre Vasa knäckebröd. Sesam knäckebröd. Läckert, knaprigt och full av läckra frön. Då går Olle till restaurangen med sin mormor. Sesam knäckebröd från Fakade Vasa. Lekker tot de laatste kruimel. You know how I feel about you. No, Richie. Oh, Richie, no, Richie. This one kiss. Not until we're engaged. Not until we're engaged. What are you doing? Steeds meer Amerikanen kiezen voor de smaak van Pepsi Light. Wat kies jij? Oh, Richie. Dit is meneer Van Wijnen die een lucifertje probeert aan te steken. Hij is een ouderwetse hammerroker bij Albert Heijn. Doet niet. Een beetje zenuwachtig. Nou gaat hij... Hij brandt. Als een lier. Nou gaat hij rook maken met eikenhout. Pennekhout. Dat zeg ik. Neem me niet kwalijk, zeg. Zo, die schoorsteen trekt goed. Hoe lang moeten die hammen nou hangen? Van Wijnen. Zal je even kijken. 8 uur. Aha. Nou krijgt u een blaar. Nee hoor. Ja hoor. En nou gaan we boeren ham proeven bij Albert Heijn. Als de rook weg is. Dat is mooi natuurlijk, als je bedrijf in deze tijd uit zijn jasje groeit. Maar je moet die groei wel voorblijven. Mijn bank heeft me daar prima bij geholpen. Ze hebben daar specialisten voor in huis. Mensen die begrijpen waar ik heen wil. Neem bijvoorbeeld de automatisering van mijn betalingen. Dat is nu allemaal perfect geregeld. Ik ben bij de ABN. Nou, alleen die deuren nog. Er zijn allerlei soorten muesli en die smaken ongeveer zo. En je hebt maar één kruisli. Licht geroosterd en knapperig en die smaakt ongeveer zo. Mm.
Als Victoria Vesta-adviseur kom ik al jaren bij de mensen thuis. Zo wilde deze mevrouw een uitvaartpolis. Goedemorgen, mevrouw Cleopatra. Nou, de polis is... Oh, kom ik ongelegen. Nee hoor, ik ga net mijn monumentje uitzoeken. Heer architecten? Nee. Die is leuk. Hier is alleen het deurtje. Nou is die stuk. Ja, ik ben natuurlijk geen architect. Maar als we nou eens zo... Kijk, dat vind ik nou leuk. Gelukkig heeft hij meer verstand van verzekeren. Knappe man. Wat betreft de uitvaartpolis. De kinderen zijn mee verzekerd, hoor. Victoria Vesta. Meer verstand van verzekeren. Wat doe je nou? Kijk uit! Vlekken. Van Ballpoint, vet, nagellak. Maar schrik niet, want er is vlekkentovenaar van Citin. 1 voor elke vlek. Citin vlekkentovenaar. Zoveel vlekken, zoveel vlekkentovenaars. Unica's, kwaliteit die je proeft. Goedenavond. Grote vreugde bij spelers en supporters in Hamburg, want het Nederlands voetbalelftal zit in de finale van het Europees kampioenschap. In een uitverkocht Volksstadion won Nederland met 2-1 van West-Duitsland door doelpunten van Ronald Koeman en Marco van Basten. Nederland zat vanavond aan de buis. Het was stil in de straten. Het was vanavond in heel Nederland zondagochtend. Het was bijna beangstigend stil. Volgens de Rijkspolitie was er niets te zien op de snelwegen. Er was iets gaande, belangrijker dan voetbal. Dit was Nederland-Duitsland. De stamgasten van het café Sport aan de Amsterdamse Straatweg in Utrecht zagen het historisch belang van het moment. Dit zou de revanche van München 1974 moeten worden. Ondertussen bereikt het bezoekersaantal in de bioscoop een nieuw dieptepunt. Een handjevol dames had thuis het voetbalgeweld ontvlucht. Oh, ik ben niet zo dol op, nee. Nee. Als ik thuis ben, dan kijk ik wel, maar ik ga liever naar de film. Uw man zit nou thuis te kijken? Die zit bij de buis met de radio aan zijn oor. Die is helemaal verslaafd. En ook bij de toneelvoorstelling Le Jeu d'Adam in de Janskerk in Utrecht had men niet de hoop dat er vanavond veel mensen zouden komen. Voor de ongelukkigen die tijdens de wedstrijd moesten vertrekken van Schiphol, had de luchtvaartdirectie tv-stoelen neergezet, zodat reizigers tot het allerlaatste moment voor het vertrek de ontwikkelingen konden volgen. Maar het einde van de wedstrijd missen voor zoiets onbenulligs als een vliegtuig, dat kon niemand in Café Sport begrijpen. Nederland dus zaterdag in de finale. Duizenden oranje fans hebben vanavond gezien hoe het Nederlandse team West-Duitsland versloeg. Honderden supporters hadden het geluk van hun leven toen ze vanmiddag nog kaarten voor het duel konden kopen. Ze zagen hoe in de eerste helft oranje domineerde. Gullit speelde op rechts een hoofdrol. Het was een eerste helft met mooi en spannend voetbal. Aan beide zijden waren volop kansen. Bijvoorbeeld voor West-Duitsland toen Völler net overkopte. Maar... Van Basten beweegt, wil die bal, krijgt hem ook. Gaat liggen, nee, dat is te mooi Marco, dat is te mooi. Dat trapt hij daar niet in. Nee, dat is geen penalty. In alle eerlijkheid... In de tweede helft zag het Nederlandse legioen opnieuw een sterk aanvallen. De economische top in Toronto zit erop. Zojuist is het slotcommuniqué gepubliceerd. Op één punt is de bijeenkomst voor president Reagan teleurstellend verlopen. Hij heeft vergeefs geprobeerd zijn plan erdoor te drukken om uiterlijk in het jaar 2000 alle overheidssteun in de westerse landen voor de landbouw af te schaffen. Voor de leden van de Europese gemeenschap en dus ook voor Nederland was de landbouwpolitiek het belangrijkste onderwerp op deze economische top. De Amerikanen hebben tot op het laatste moment geprobeerd om dat plan voor het afschaffen van de landbouwsubsidies op te nemen in het slotcommuniqué.
Maar de vertegenwoordigers van de Europese gemeenschap hier hebben zich met hand en tand tegen dat voorstel verzet. En met succes. De Europeanen willen wel minder regeringssteun voor de boeren, maar het schrappen van alle steunregelingen, dat gaat ze te ver. En dan het tweede belangrijke onderwerp, de hulp van de rijke landen aan de derde wereld. De regeringsleiders zijn het hier eens geworden over een plan om een deel van de schulden kwijt te schelden die arme landen bij het Westen hebben. In andere gevallen mogen de arme landen minder rente betalen. Vooral de allerarmste landen in Afrika zullen hiervan profiteren. En voor de rest eindigde deze top zoals die zondag begon. In een opgewekte sfeer en met optimistische verwachtingen voor de economische toekomst van de westerse industrielanden. Er is ook al een afspraak gemaakt voor een volgende top. Volgend jaar van 14 tot 16 juli in Frankrijk. Meer economisch nieuws. Het Amerikaanse begrotingstekort is flink gedaald. Vanavond is bekendgemaakt dat dat tekort in de maand mei $22 miljard bedroeg. Een daling van $13 miljard vergeleken met mei vorig jaar. Dit zeer gunstige cijfer was muziek in de oren van de handelaren op Wall Street. De Dow Jones, de koersontwikkeling van de belangrijkste aandelen, sprong omhoog en sloot 25 punten hoger. Op het Damrak was de stemming vandaag lusteloos. De aandelenkoersen kwamen nauwelijks van hun plaats. De beursindex steeg met 0,8 punt. Handelaren zagen vandaag een kansje om winst te maken op de dollar door ze te verkopen. De slotkoers in New York daalde daardoor met 0,5 cent. De staking van schoonmaakpersoneel van de gemeente Amsterdam is voorbij. De schoonmakers blijven ambtenaar en de dienst zal niet worden ondergebracht bij een commerciële onderneming. Omdat daarmee de belangrijkste eis van de stakers was ingewilligd, besloten ze hun actie te beëindigen. De specialisten in ons land gaan hun acties uitbreiden. Met ingang van aanstaande maandag zal er 1 keer per week een zondagsdienst worden gedraaid. Vandaag was de eerste actiedag. In bijna alle polyklinieken en ziekenhuizen heerste een diepe zondagse rust. Alleen spoedgevallen werden geholpen. Met de acties willen de specialisten protesteren tegen de verlaging van hun onkostenvergoeding met 40.000 gulden per jaar. Omdat de patiënten ruim van tevoren waren ingelicht over de actie, kwamen er nauwelijks telefoontjes binnen met klachten van boze mensen. In Den Haag probeerden de specialisten bij de rechter de verlaging van hun vergoeding te voorkomen. Maandag is de uitspraak, maar ze willen er met hun acties niet op wachten. We hadden dat morgen in de publiciteit willen brengen. U bent er iets eerder bij. De bedoeling is dat wij met ingang van volgende week 38 uur per week gaan werken. Dat houdt concreet in dat wij 1 dag in de week zondagsdienst zullen gaan draaien. Te beginnen met aanstaande maandag, als eerste dag. Ze willen er liever over zwijgen, maar aanstaande donderdag gaan de specialisten praten over het grijpen naar nog zwaardere middelen als de tariefsverlaging daadwerkelijk doorgaat. En een van de voorstellen in de vergadering zal zijn om elke dag zondagsdiensten te gaan draaien, maar dan voor een hele lange tijd. Zo hoog zit het hun. De Britse gijzelaar Terry Waite komt mogelijk met kerstmis vrij. Een pro-Iraanse groep houdt hem al 1,5 jaar gevangen in Beirut. Britse parlementariërs zijn sinds gisteren in Teheran, waar ze werden ontvangen door de vicevoorzitter van het Iraanse parlement. Ze proberen door te onderhandelen met de Iraniërs niet alleen de vrijlating rond kerstmis van Waite te bereiken, maar ook van 4 andere Britse gijzelaars. Het is een onofficiële missie, georganiseerd door de aartsbisschop van Canterbury. Want Terry Waite was 1,5 jaar geleden zijn bemiddelaar in Beirut. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zwijgt over de reis naar Teheran. Morgen keren de Kamerleden terug naar Londen. Vlak bij hun heiligdom, de Gouden Tempel, hebben extremistische Sikhs vandaag 2 bomaanslagen gepleegd. De tempel staat in Amritsar in de Indiase deelstaat Punjab. Bij de aanslagen werden 25 mensen gedood en raakten er 60 gewond. De aanslag in Amritsar is de 4e aanslag van de Sikhs in 2 dagen. En daarbij kwamen 50 mensen om het leven. Sinds het Indiase leger vorige maand een einde maakte aan een bezetting van de Gouden Tempel, zijn de Sikhs aan een nieuwe golf van geweld begonnen. Sinds enige tijd zoekt Europa's meest geïsoleerde land, Albanië, toenadering tot het Westen. Dat gaat stapje voor stapje, maar de gevolgen zijn zichtbaar. Een bus van het Albanese staatstoerismebureau Alptoerist brengt de eerste toeristen Joegoslavië binnen bij de grensplaats Bosja. Het is nog nooit eerder voorgekomen dat toeristen het buurland hebben bezocht. De verhoudingen tussen Joegoslavië en Albanië zijn al jarenlang bijzonder gespannen. Beide landen hebben elkaar voortdurend verketterd omdat van de juiste politieke lijn zou worden afgeweken.
Dit gezelschap bestaat voor het grootste deel uit employés van Alptoerist, die de weg moeten vrijmaken voor gewone Albanese burgers om in de toekomst naar Joegoslavië te reizen. Nu nog is dat voor Albanese onmogelijk, naar elk land trouwens. De groep zal 3 dagen in Joegoslavië blijven en 4 steden bezoeken. En daaronder is ook Pristina, de hoofdstad van de provincie Kosovo. Daar wonen veel etnische Albanese en de verhouding van deze bevolkingsgroep met de overige Joegoslaven is zeer slecht. Regelmatig komen er ernstige uitbarstingen van geweld voor, die de verhouding met Albanië alleen nog maar slechter maakt. Dit bezoek zou erop kunnen duiden dat het bewind in Albanië ook via het toerisme een opening zoekt om zijn jarenlange isolement, hoe voorzichtig dan ook, te doorbreken. En dan nog het weer voor morgen. Veel bewolking en van tijd tot tijd regen. In de middag droog en af en toe zon. Middagtemperatuur ongeveer 18 graden. Dat was het 11:30 journaal. Goedenavond.